Hoi allemaal, welkom weer bij een nieuwe vlog van mij. Nou, leuk dat je weer kijkt. Ik ben alleen bang dat mijn vlog dit keer wat minder leuk en positief gaat zijn dan de voorgaande keren. Nou, het is inmiddels een week geleden heeft mijn vader een heel ernstig herseninfarct gekregen. En door dat herseninfarct heeft hij ook twee hartstilstanden achter elkaar moeten doormaken. Nou, mijn vader is op de intensive care beland in het ziekenhuis in Hoorn. En dat is eigenlijk out of the blue ontstaan op een of andere manier. De week voordat het gebeurde ben ik nog op visite geweest bij mijn ouders. En mijn vader is eigenlijk altijd heel fit, sport heel veel en werkte nog als advocaat. Dus eigenlijk heel actief. En ja, dat hij nu zo ernstig ziek is, dat is heel onverwachts en komt echt uit de lucht vallen. Ik ben vorige week ben ik het hele weekend van vrijdag tot maandag met Alexander in het ziekenhuis gebleven. Mijn vader was op de intensive care en er werd eigenlijk gezegd dat we gewoon afscheid moesten nemen van hem, dat hij het niet meer zou halen. Nou, gelukkig is dat niet het geval. Na 2 dagen was hij weer van de intensive care af. Alleen ja, hij is wel verlamd aan één kant. Dat betekent dat hij heel moeilijk spreekt. En dat hij zijn arm en zijn been aan de linkerhand helemaal niet meer kan gebruiken. Maar nou, inmiddels is het tweede weekend dat ik in het ziekenhuis ben. En ja, er zijn wel regels, bezoekersregels. Alleen ik heb me daar totaal niet aan gehouden. In die zin, eigenlijk mag er maar één iemand per dag op bezoek komen, een half uurtje, in verband met corona. Alleen ik had zoiets van, ja, vinden allerlei protesten plaats op de Dam, 10.000 man bij elkaar en ik ga echt niet ja, mij bij mijn vader laten weghouden. En ik heb hier dus niet echt vrienden gemaakt in het ziekenhuis, maar ik heb gewoon wel 4 dagen met mijn vader kunnen zijn, mijn moeder naar het ziekenhuis kunnen rijden. Nou, baby Alexander wel mee. En ja, dat is natuurlijk wel wat lastig om een pasgeboren babytje mee te slepen. Ik ben natuurlijk ook nog wel, ja, net een keizersnede achter de rug. Dus ik moet wel wat voorzichtig zijn. Maar ja, dat gaat nu even niet. Nou, de tweede weekend dus hier in het ziekenhuis. Dus ja, weinig leuks natuurlijk op het programma staan. En heel eerlijk, ik heb daar ook niet echt behoefte aan. Mijn focus is nu echt op het herstel van mijn vader en toch wel mijn moeder bijstaan. Mijn ouders die zijn al 50 jaar samen, onafscheidelijk. En ja, zijn eigenlijk nu wel echt van elkaar gescheiden. Ja. En het ziet ernaar uit dat mijn vader voorlopig nog lang niet naar huis kan. Hij moet echt revalideren. Dus dat betekent dat hij naar een revalidatiecentrum moet worden gebracht om daar eigenlijk 24 uur per dag te worden bijgestaan door een team aan verpleeghulpen die, ja, hem verzorgen, maar ook hem helpen om weer te leren lopen en weer optimaal te leren praten. Dat is gewoon een nachtmerrie waar we in zijn beland en ik kan er nog steeds met mijn hoofd niet bij dat ik 2 weken geleden nog bij hem op bezoek was, eigenlijk een week voordat hij een herseninfarct kreeg, dat hij, ja, zo energiek nog in de rondte liep. En het is eigenlijk van 100 naar 0 naar een patiënt die in bed ligt en gewoon nog heel weinig zelf kan. Dus ja, ik ben daar gewoon super verdrietig over. En ja, het is gewoon heel lastig, want mijn ouders wonen in Andijk. Dat is vrij noordelijk in Noord-Holland. En ik zelf woon natuurlijk in België, maar ik wil het liefste natuurlijk steeds bij mijn moeder zijn om haar te helpen en ook bij mijn vader elke dag op bezoek te kunnen. Ja, dat is natuurlijk wel wat lastig, want ik heb natuurlijk wel nog steeds mijn bedrijf. En ja, mijn leven is natuurlijk toch wel in België. Dus ik probeer nu gewoon elke vrijdag tot maandag bij mijn moeder te zijn, mijn moeder naar mijn vader te brengen. En ja, eventueel ook mijn vader bij te staan in verdere beslissingen die genomen moeten worden. Ja, welk revalidatiecentrum, wat gaat er gebeuren met de woning? Want de woning, ja, mijn ouders hebben gewoon een groot huis met meerdere etages en dus meerdere trappen. Maar ja, daar kan mijn vader dus geen gebruik meer van maken en misschien wel nooit niet meer. Dus moet er een andere woning wellicht komen of hoe gaat het allemaal in zijn werking? Nou, mijn ouders
die zijn wat dat betreft hebben ze een vrij traditioneel huwelijk. Dus mijn vader verdiende het geld en betaalde de rekeningen en was overal verantwoordelijk voor. Nou, dat gaat natuurlijk nu niet, dus dat zal ik allemaal van mijn vader moeten overnemen. In ieder geval voorlopig. Dus ja, het is leuk is anders. Goh, we proberen natuurlijk wel positief te blijven. In die zin dat mijn vader leeft nog. En dat vooruitzicht hadden wij een week geleden nog niet. Dus ja, daar ben ik natuurlijk wel onwijs dankbaar voor. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat hij ja, weer de oude wordt. En of dat het geval gaat zijn, dat valt gewoon allemaal nog maar te bezien. In het tweede weekend, nu mijn vader stabiel is, wel wat beter aan de coronaregels hier in het ziekenhuis proberen te houden. Dat wil zeggen dat ik me nu wel aan de bezoekuren hou. In de middag ben ik altijd op bezoek bij hem tussen 4:30 en 5:00. Nou, dan ga ik daarna naar beneden met mijn moeder en dan blijven we 2 uur wachten in de kantine. Alleen de kantine is wel gesloten, ook in verband met corona. Dus er, ja, we hebben niet echt iets te drinken of te eten of wat dan ook. Dus dat nemen we mee. En ja, Alexander zit erbij in zijn wagentje of bij mijn moeder op schoot. Mijn moeder houdt onwijs veel van baby's. Dus wat dat betreft heb ik wel een klein beetje een oppas. Dus dat is altijd wel, wel fijn. En dit is eigenlijk ons plekje waar we altijd zitten. Dit is mijn moeder, die niet in beeld wil. En baby Alexander, die is echt te zoet. Te zoet. Zit nu heel lelijk gezicht te trekken. Hij is niet echt een hele mooie baby hoor, maar als hij slaapt heeft hij altijd van die kleine grimasjes. En ja, die geven we een flesje melk en die vindt het eigenlijk wel goed zo. Dus we wachten nog even hier, we hebben ons eigen drinken mee en we gaan zo weer naar boven naar mijn vader. En het voordeel van zo lang te moeten wachten is dat de tijd over is om te kolven. Want dat schiet er nog wel eens bij in als ik aan het werk ben. En nou ja, ik zit hier een aantal uurtjes, dus tijd om het te onderhouden is er nu gelukkig. Ik vind dat moedermelk er gewoon bij hoort. Alexander is eindelijk wakker. Weer tussen ons ingelegd op de bank. Alexander. Hallo lievertje. Nou, ik ben ondertussen nog aan het kolven. Word die 30 milliliter een half uur bezig. Maar goed, beter dan niks. Kan we zo op dezelfde kijk mondjes in. Zo, nou, ik ben inmiddels het hele weekend bij mijn vader geweest en mijn vader is opgeknapt en hij is dus deze morgen ontslagen vanuit het ziekenhuis. Alleen wordt hij wel naar een revalidatiecentrum gebracht en ik wilde wel er even bij zijn om hem op te vangen, zeg maar. Het is natuurlijk best wel zwaar als je ja, een aantal dagen geleden nog gewoon kon lopen en dergelijke. Nee hoor, u kunt doorlopen. Sorry, ik kom even iemand tussendoor. Het is natuurlijk best wel zwaar dat je een aantal dagen geleden nog gewoon kon lopen, autorijden, werken, lezen en bewegen.
en ja, ineens naar een revalidatiecentrum wordt gebracht voor bejaarden. Dus dat is voor ons allemaal best wel zwaar en ook emotioneel natuurlijk. Maar goed, we gaan gewoon, hij had er eigenlijk niet meer geweest. Dus ik moet gewoon positief blijven. Dat er wel een mogelijkheid is dat hij herstelt. En ja, dat hij gewoon in goede handen ook hier is. Ik vind het wel moeilijk over de bezoekersregeling. Mijn moeder mag maar 2 keer per week een uurtje naar binnen. En ja, dat is natuurlijk veel te weinig. Dus daar ga ik wel even een hartig woordje over spreken. In die zin, er vinden momenteel allemaal protesten plaats tegen racisme. Waar ik absoluut achter sta, want ik ben ook fel tegen racisme. Zelf ook niet helemaal 100% blank. Dus dat is zeker een initiatief wat ik toejuich. Alleen, ja, dat mensen die 50 jaar getrouwd zijn geweest elkaar maar 1 keer of 2 keer per week mogen zien. Ja, daar ga ik gewoon niet mee akkoord. Dus ik ga even kijken wat er vandaag valt te regelen. Zodat mijn moeder wel wat vaker langskomt. Nou, dit is de locatie waar mijn vader wordt opgenomen. Het ziet er in principe hartstikke netjes uit. Alleen het is natuurlijk voor hem wel zwaar dat hij uit zijn eigen huis is. En ik heb voor mijn moeder nu ook een mobiele telefoon geregeld. En voor mijn vader ook, zodat ze met elkaar kunnen facetimen. Dus dat ze in ieder geval 1 keer per week contact op die manier zo kunnen omzeilen. En eventueel elke dag even met elkaar kunnen facetimen, zodat ze elkaar toch in beeld hebben. Dus ja, ik ben benieuwd hoe het hier gaat zijn voor hem. Nou, ik kwam vanmorgen dus aan bij het revalidatiecentrum waar mijn vader is opgenomen. En ik mocht dus niet naar binnen, want de coronaregels zijn in de verpleeghuizen nog helemaal niet bijgesteld. Nou ja, ik liet me natuurlijk niet zomaar wegjagen, want ja, mijn vader is hier binnengebracht. Hij is best wel in paniek natuurlijk, weet niet wat op te wachten staat. En ze wilde eigenlijk alleen mijn moeder binnenlaten. Nou ja, mijn moeder is inmiddels 75, dus het was voor mijn moeder best wel verwarrend ook allemaal. Dus uiteindelijk is het me gelukt om binnen te komen. Wel een uur onderhandeld met het management. Dus ik heb even uitgelegd dat mijn vader nogal klap hiervan heeft gekregen. En totaal niet weet wat hem te wachten staat. Daarin echt begeleid moet worden. En ik graag als contactpersoon... ja, als contactpersoon wil fungeren. Ja. Ik ga nu even de stad in om voor hem t-shirts te kopen en joggingbroeken. Want ja, die had hij natuurlijk niet. Hij was altijd vrij netjes gekleed. En hij moet nu druk aan het sporten slaan om zijn spieren weer te activeren. Dus ja, ik duik even de stad in en zorg er in ieder geval voor dat hij hier tip-top voor de dag kan komen. Goed, nou, good morning. Ik... ik slaap nog steeds bij mijn moeder in Andijk. En wacht even, scherm bestellen. En ik heb even van de gelegenheid gebruik gemaakt om een cursus in Amsterdam te boeken. EHBO voor baby's. Ik had natuurlijk allemaal hartbewaking toestellen gekocht voor Alexander. Maar ik dacht van ja, als er echt iets mis is, dan zou ik bij God niet weten wat ik moet doen. Ik heb geen idee hoe ik moet reanimeren of hartmassage moet doen. Dus ik dacht van nou, het is misschien verstandig om een cursus te boeken. Nou, dat kan in ieder geval via het Rode Kruis. En zij geven door heel het land eigenlijk cursussen. Nou, Amsterdam was voor mij het makkelijkste, want dan kan mijn moeder op Alexander passen. Nou, mijn moeder heeft 3 kinderen grootgebracht, dus aan haar vertrouwde ik het wel toe. Dus ik ben benieuwd. Ik neem mijn toestelletje mee en misschien steken jullie er nog iets van op. Oh, mevrouw.
kom even kijken. Uw baby ligt een beetje raar. Ja. Oké, ademcheck. Hand op het voorhoofd, kin aanhaken. 1, 2, kijk naar de ademhaling, hè. Eerst 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ziet u ademhaling? Kind ademt niet. Oké, begin met 5 keer blazen. Blaas 1, kijk. 2, kijk. 3, kijk. 4, kijk. 5, kijk. En dan met de borstcompressies. En 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Twee keer ademen. Blaas 1, 2. Oké, nu mag je de AED pakken. Zet de AED maar aan. Oké. En luister naar de instructies. Moet ik die les aanzetten? Ja, zet maar aan. Verwijder alle kleding van de borst aan de slachtoffer. Ja. Ja, ga maar plakken. Plak er voor, plak er achter. Plak de elektroden. Heel goed, mevrouw. Recht, u mag er recht plakken. Eén, nee. Twee vingers. Twee vingers. Ja, ja, ja. Schok toegediend. Start de alarmatie. Oké, dus heeft hij raakt de patiënt niet aan. Doe hem even zo, houd afstand van de patiënt. Ja. Wacht, luister eens met deze mee. Druk nu de schoptoets in. Doe zo graag. Schoptoets, ja, die los. Ja. En dan ga je gelijk door met de borstcompressies. Oké. Twee vingers, twee vingers. Ja, dat is. De... Ga maar tellen, je kan ook ademen. Ja. 20. Dat is omdat je daar volwassen is. Gaat hij door tot 30. 30. Geef 2 beademen. En 1 en 2 minuten doet goed. En laat hij 2 minuten doen. Oké, ik stop. En het hoofd naar beneden. Ja. Met de muis van de hand waar je net reanimeert, dan ga je 5 keer tussen de schouder laten slaan. 1, 2, 3, 4, 5. Lukt dat niet, dan draai je die baby om. Dus dat noemen ze de sandwich methode. Hou je vast. En dan zet je 2 vingers midden op de borstkas waar je net reanimeerde. 1, dan doe je ietsje trager. 2, en je kijkt of het eruit komt. 3, 4, 5. Dat lukt niet. Dan doe je weer naar de andere arm. Op je bovenbeen. 1, 2, 3, 4, 5. En zo ga je door. En kan je te hard slaan? Ja. Gewoon zo hard mogelijk slaan? Ja, of? Je kunt het uitslaan. Ja. Je kan natuurlijk wel heel hard slaan. Maar het is, je moet wel wat kracht, want je wilt niet het er wel uit hebben. Ja. Nou, of het is eruit, nou, dan stop je. Ja. Of het wordt slap. Oh, Jezus. En wat doet u dan? Reanimeren. Ja, dus een gouden tafel. Wat je net hebt geleerd. En dan ga je kijken. Ademing 2. Ja, ondertussen geen ademhaling, start je reanimatie. En begin je toch met je beademingen, want je hoopt dat het toch wat zuurstof langs de obstructie gaat. 4, 5. En 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7. Maar je hoeft je dan geen zorgen te maken dat je de obstructie misschien nog vast duwt of nee, zo. Denk dan maar dat je bezig bent, misschien kan je losdrukken of dat je toch zuurstof aan het toedienen bent, ook door het pompen en beademen. Dus dan denk je hier maar aan. Ja. Ja. En want je moet wat. En dan wacht je tot... Maar het voelt zo onnatuurlijk als je hier vast zit en dat je het flink wat... Ja, je kijkt het er zo niet uit en zo niet uit. Nee, okay. Dus dan denk je maar... Dan is dit even de heimlich bij een bewusteloos kind. Oké. Okay. Ja. Want misschien komt het er nog wel uit. Dit is het stabiliseren. Ligt het hoofd zo, dan pak je hem zo vast. Oké, okay, dus je houdt hem vast in de stand. In de positie, ja, want je kan het natuurlijk verergeren. Ja. Heb je hem even vast. Dus bij ongeval is het even anders. Het kind valt of wordt aangereden, of de moeder met de fiets en het kind valt uit het zitje. Dan is het oké, okay. Nou dan bel je natuurlijk gelijk 112.
Zo, nou de cursus zit erop en heeft ongeveer een half dagje geduurd, want we hadden een klein groepje. Het duizelt wel een beetje, want ja, je krijgt op zo'n dag heel veel informatie tot je. Maar het was echt super leerzaam, want het blijkt ook echt bij 9 van de 10 situaties wist ik echt bij God niet what to do. En ja, dat is eigenlijk allemaal doorgenomen. We hebben geleerd om te reanimeren. Ook een heel leuk boekje mee naar huis gekregen. Waarin staat van wat doe je nou eigenlijk in bijvoorbeeld in geval van verdrinking of verstikking. Of iets vast in het luchtpijpje van de baby. Een allergische reactie. Ja, het is echt gewoon nodig als je een kindje krijgt dat je gewoon weet wat je moet doen. En je kan je aanmelden via het Rode Kruis. En Rode Kruis biedt heel veel opleidingen aan op dit gebied. Nou, ik heb natuurlijk ervoor gekozen om voor baby's en kindjes te doen. Maar je hebt natuurlijk ook een EHBO-opleiding voor volwassenen. En ja, ik ben echt heel blij dat ik ben geweest. Want ja, ik ben nu toch wel wat stukken zekerder dat als er iets met Alexander gebeurt, dat ik gewoon precies weet wat ik moet doen. Zo, nou, ik ben vandaag voor het eerst aan het werk en ik zou eigenlijk 2 weken na mijn bevalling weer aan het werk gaan, maar dat is door de situatie met mijn vader is dat helaas niet gelukt. Ik kon daardoor wel even wat langer van Alexander genieten en ja, na een aantal weken had ik het wel gezien thuis. Het was natuurlijk wel heel leuk met de baby en je hebt heel veel quality time samen, maar ik miste de zaak toch wel. Dus ik zit hier dan en ik had in de eerste instantie had ik gedacht aan een nanny of aan een kinderopvang. Maar ik vind het toch wel fijn om ja, niet zonder mijn kindje te zijn. Dus ik heb besloten om de eerste paar maanden Alexander gewoon mee te nemen naar de zaak. Nou, dat is wel een uitdaging, want ja, Alexander moet natuurlijk gevoed worden. Een boertje laten. Zo harde geluiden voor zo'n klein kereltje. Wil niet slapen. Kan wel eens moord en brand schreeuwen. En de enige oplossing die hem eigenlijk tot bedaren kan brengen is of eten of muziek te draaien van ABBA. Op een of andere manier is hij dus fan van ABBA. En dat hebben we eigenlijk per toeval ontdekt. En zodra ik Chiquitita van ABBA draai, dan is hij stil. En dat geldt ook voor het nummer Fernando van ABBA. Want ja, als we hem zo stil kunnen krijgen, waarom niet? Alleen, dat lijkt natuurlijk wel tot een beetje vreemde taferelen. Maar ja, ik zou niet anders willen. Ik vind het gewoon fijn om met mijn kindje te zijn. En ja, ben wel ongeveer 50% minder productief. Au. Maar dat haal ik allemaal thuis wel weer in. En ja, wat dat betreft heeft dat mijn kind het naar zijn zin heeft, nu even prioriteit. En ik denk dat het met de zaken wel goed komt. Al is het zo dat ik nu momenteel wat minder tijd eraan kan besteden. Goed, nou ja, dat was het weer voor deze week, mijn vlog. En ik hoop dat jullie over 2 weekjes weer willen kijken. Staan wel wat leuke dingen op het programma. Als het goed is, gaan we weer op zakenreis. Dan zal ik Alexander ook meenemen. En staat er ook een hele leuke vakantie naar Marbella gepland. Nou, dat zijn jullie natuurlijk nog van me te goed, de hotspots. Ik was daar natuurlijk afgelopen winter al, maar toen was er niet zo heel veel open. Dus ik neem jullie deze zomer in ieder geval mee naar wat leuke reisjes. Dus wordt vervolgd. Tot de volgende keer!